De politie houdt op zaterdag 3 november verkeerscontroles op de A50 tussen Uden en Veghel en binnen de bebouwde kom van Os. De controles maken deel uit van tal van acties die op die dag in heel Noord-Brabant plaatsvinden. De controles en de acties zijn bedoeld om alle verkeersdeelnemers bewust te maken van hun eigen rol in het verkeer om de verkeersveiligheid te vergroten.